kijken naar een gloednieuwe video van mijn kanaal. Ik ben vandaag met mijn zus. Ja, Amelie. Met mijn zus. En om te beginnen, mijn zus heeft nu ook een YouTube-kanaal. Dus als jullie daar niet op abonneren, ben ik heel boos. Dus ga ik heet doen. Trouwens Amelietje met hoofdletter A. En met op de E een streepje boven de E. Dus zeg maar zo. En de eerste E, hè? Ja, de eerste E in mijn naam. Oké. Okay. En dat is het eigenlijk. Maar we zijn hier met een challenge video. En dan gaan we natuurlijk beginnen. We hebben hier 2 bekers. Die gaan we dadelijk vullen met water. En dan moeten we even zorgen dat al het water eruit wordt gespuwd. Nou, het is toch zo. Je moet elkaar aan het lachen proberen te maken. En wie als eerst spuugt, zeg maar. Niet op elkaar, oké? Okay? Nee. Wie als eerst spuugt. Die heeft dan verloren en dan wordt er iets met TikTok of op Instagram gedaan. Dat moet jij vertellen. Nou, en als je. En degene die als eerst spuugt, daar gaat daar mag degene die heeft gewonnen, die mag dan zeggen wat er op Instagram en op TikTok gaat. Dus dat wordt best spannend. Dus het kan iets heel raars zijn, maar het kan ook iets minder raars zijn, maar dat wel ongemakkelijk is. Maar ik ga nu heel even water vullen. En om die kan jullie heel even aan het praten krijgen. Nou, ik ga nog 1 keer zeggen hoe ik heet op YouTube. Want misschien, hoe ik het net heb gezegd, dit is het misschien een beetje raar. Nou, ik heet Amelietje. De eerste A, het is een hoofdletter A. Dus het begint met A, Amelietje, dat is een hoofdletter. En dan de E, dus dan is Amme. Die moet dan met een streepje boven de E. Okay. We zetten het hier wel onder hoe ik heet, zo. Ja. Daar. Maar we gaan nu heel even, zullen we het tot de 3 doen? Is goed. Maar we spugen echt niet op elkaar, hè? Nee. Anders krijg je een klap voor je neus, kun je tanden tellen. Oké. Wie begint? We moeten toch allebei doen? Oh ja. Of nee, ik weet iets veel beters. Die al helemaal niet afgesproken. We gaan eerst doen. De eerste gaat zo spugen. Dan gaat de tweede doen. En dan gaat de tweede. Dus eerst mag je zo. Die hoeft geen water te doen. En dan gaat de volgende. Snap je? En wie begint? En degene die het vaakst heeft gespuugd, die heeft verloren. Ja. En wie begint? Jij. Hoeveel hebben we een timer trouwens? We moeten wel een timer hebben, hè? 1 minuut? Hij had dit idee, deze challenge bedacht. En hij had nog verder niks, zeg maar, gedaan over. Dus het is gewoon een improvisatie. 1 minuut, toch? Ja. Ik mors alleen maar. Oké. 3, 2, 1. Moet ik een slokje water nemen? Ja! Ja, zeg dat dan! Oké, 3, 2, 1. Ik heb alleen wel heel erg gemorst. Oei, dat is nou even een grapje. Okay, maar hier. Met, zeg maar, toen hij allemaal zo zat te doen, toen zat ik dus met mijn beker te doen. Dus vandaag. Oké, hier. Oké, 3, 2, 1, start. Niet op mij spugen, hè? Ha ha ha!
10 seconden. Oh, echt? Holy shit, wel, ik maak het geluid wel heel even droog. Godsamme. Wacht even, kijk. Je kunt het niet zien, want hij is niet... Man. Jezus. Ja, dag lekker, stoppen. Oh. Oké, 1-0 voor mij. We gaan tot de 3. Of 4, nee 4. Nee, 3, dat had je al gezegd. Oké, 3. Dus ik heb nog 2 keer. Zullen we doen dat je niet meer mag kittelen? Je mag niet aan elkaar zitten. Oh, kut. Zullen we dat doen? Dat je niet aan elkaar mag zitten? Ja, oké. Okay. Zweren, ja? Ja. Oh, niet zo dan. Ja, even goed. Ah, oh, ja, lekker. En met je andere hand dan. Ja, oké. Okay. Oké, 3, 2, 1. En dan gaan we zo. Ja, maar jij hebt sowieso al verloren. Jij hebt nu al verloren. Hoe weet je dat? Omdat ik al 2 keer heb gedaan en je moet nog 3. Oh ja, kut. Ik kan nog winnen. Oh nee, ik moet helemaal niet. Ik moet bijna lachen. Ja, nou, ik lach heel snel. Is eigenlijk niet heerlijk. Broodjes smeren, broodje. Wat heb jij allemaal gedaan? Hé, hij is niet eens gestart. Nog steeds niet. Nu wel. Je hebt nu wel meer tijd, hè? Nee. Broodjes smeren, broodjes. Ik heb een broodje gedaan. Kom, ga zo zitten. Jij moet bijna lachen. Hij is weg. Hij ligt op de grond, dat weet je. Waar is hij? Oh, daar. Oké. Nou, dat staat nog steeds 1-0. 1-1, hè? Jij moet... 1-1? Ja, want jij hebt niet de hoek. Nee. Jij moet niet meer spugen. Oh, ja. Oké. 3, 2, 1... Broodjes smeren. Oh, kijk aan. Dit is echt heel pijn. Ik moet lachen, jij niet. Broodjes smeren.
Ja, jij hebt die op de grond gegooid. Kijk dan, heel met dekens overhoop. Je hebt al... Wat denk je dat ik ga doen? Ik kietel jou. Dus. Wacht. Nee, maar Amelie. Ik ga naar. We zijn nog bezig met de challenge. Nee, maar ik ga naar. Ik moet nu gewoon een slokje nemen. Hoezo? Ik heb al gewonnen. Dus echt niet? Jawel. Deze wanneer? We hebben toch al de derde ronde gedaan. Nee, maar jij. Ik heb pas 2 keer uitgespuugd. Ja, en ik 0 keer. Ja? Dus, en ik moet 3 keer. Ja, maar dan kun je toch niet meer winnen. Echt wel. Als jij nu spuugt en ik hou in en jij spuugt, staat gelijk, hè? Dit was al de tweede ronde, hè? Ja, ik heb 2 keer uitgespuugd, godverdomme. Ja, dus dan heb je toch al verloren. Nee. Jawel. We gingen tot de 3. Ja, maar je kunt niet meer winnen, schat. Hoezo niet? Je kunt niet meer winnen. Ja, hoezo niet? Kijk, we hebben al 2 rondes gehad. Je hebt al 2 keer uitgespuugd. Dus dan sta je wel achter mij en ik heb 0 keer uitgespuugd. Ja. Als ik nu uitspuug... Dan heb ik maar 1 keer uitgespuugd en jij 2 keer. Dus ja, dus dan staat 2-1 en dan hou ik hem in. Staat het nog steeds 2-1. Nee, maar dan ga jij weer spugen en dan staat 2-2 en dan gaan we zo, ja? Nee, we doen toch geen 4? We deden 3. We hebben al 2 gehad. Ook, je bedoelt 3 rondes? Ja. Ja, maar we gaan tot de 3 keer uitspugen. Helemaal niet, je zei 3 rondes. Ach joh, doe nou maar. Dat kan niks meer schelen. Ja, maar jij zei dat je 3 dingen had. Ik weet het. Jij zei echt... Jawel, je kunt nu nee bij verschil doen, maar je kunt niet... Ja, maar ik weet... Jij doet het altijd om te voorkomen dat jij... Dinges, dat doe je altijd. Dat is echt waar. Fantastisch. We laten dadelijk zien wat op Instagram. Ik heb hem al bijna. Nee, niet doen! Ik heb Madelief gedaan. Wat heb je gedaan? Madelief, alsof je verliefd op haar bent. God, nee! Nee! Oh mijn god. Madelief, als jij Yannick volgt, je moet even deze video kijken. Oh my god. We gaan hem ook even een hartje geven. Wat heb je nog op te zeggen? Hé, hey, je zei ook dat je nog TikTok mocht doen. Oh. Nee, ik ben nu vooral bang dat hij laat uitmaken. Dat zou ik niet doen. Oh, ik ga daar ook wel zeggen dat als 1 april is, hè? Dat schrijf ik niet. Nee. Oké, we gaan nu een foto maken van jou, dat het 1 april is, oké? Ja.
Even coole foto. Nee, doe dan bij dat het video is. Dus ja, dat maakt eventjes niet. Ja, oké. Dus we gaan even... Die is zeer pijnlijk. Best pijnlijk. Spijnlijk. Spijnlijk. Je hebt geen leuke foto's. Dan maak je er een. Fuck. Wacht even. Oké. Okay. Oké, Aniek. Dan ga je er even één maken. Ga dan bij... Hier, ga dan daar staan. Okay, kijk. Volgende. En dan moet je zeggen dat het voor een video was, een challenge video. Ja, ik weet het, dit is misschien heel pussy, maar er was zeg maar iets... Hij heeft afkering. Ja. Dus. En wij hebben bij elkaar gehad, ik dacht dat Madelieve's keer op mij was en zij dacht dat ik op haar was. Dus dit gaat heel verkeerd, dus daarom doen we dit heel even. Bij TikTok weet ik niet, bij TikTok maakt het mij niet uit, denk ik, hoop ik. Misschien maakt het mij niet uit, dan kan ik het altijd nog laten veranderen. Ja, ja. Oh my god, we zijn al 17 minuten. Oké. Okay. Jullie zien dadelijk het eindresultaat. Nou, daar zijn we weer. Nu gaan we voor TikTok eentje doen. Nou, ik heb er ook heel even over gehad met Ella. Dus ik heb heel even een berichtje naar haar gestuurd. Nou, ik krijg al allemaal berichtjes dat ze het allemaal hebben gezien. En ze geven allemaal hartjes. Dus. Nou ja, het is op zich wel een leuke challenge. Hè? Ja, dat is wel, hè. Okay. Nu gaan we voor TikTok eentje doen. En die zien jullie dadelijk ook. Oké, ik heb hem één gevonden. Ik weet niet of je het kunt zien. Nee. Niet echt. Nee. Nou ja. Ik heb het nu zo goed aan. Nu kun je het wel goed zien. Nou, ik weet niet hoe goed dat jullie waren. Maar in ieder geval... Top, jullie hebben gekeken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet te abonneren op mijn zus. En dan hoop ik dat ik jullie de volgende keer weer zie bij een gloednieuwe video. Peace out.